maandagmorgen, de 20e van september 2021. En we heten welkom de man die, ja, tenminste, ik denk dat hij nu al een beetje vakantie heeft. Jeremy Martina! Yo, 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 hoe gaat het? Felicimang, bendition. Pablo, het aan weer. Dank je. Ja. Hoe voelt het om dat weer te kunnen zeggen? Want dat kun je eigenlijk alleen zeggen als je op Curaçao bent, toch? Ja, ja, nee, maar ik zit wel in Nederland met een paar van mijn maatjes ook. Dus maandag kan ik het wel tegen hun ook zeggen daar. Ja. Maar het is lekker het om thuis ook zelf te zeggen. Ja, het voelt lekker om dat gewoon op je thuisbodem te zeggen. Ja, ja, ja. Bonsimang en al die dingen. Ja, hoe gaat het met je? Goed, goed. Hoe is het om er even te zijn? Ja, lekker. Lekker gewoon genieten van Curaçao, van de mensen ook. Weer gewoon, ja, mensen om je heen. Mensen die echt van je houdt. Je hebt gewoon het warme gevoel. Lekker, lekker. Ja. Waar slaap je? Bij je moeder? Ja, ik ga elke dag daar wel. Maar ja, ik slaap niet daar. Nee, nee, nee. Nee. Bij nee. Blue Bay of zoiets zit je, denk ik. Ja, en we kregen een weekje ook random. Vanwege alles dat we moeten doen samen met het groep en alles. Dus ja. Ja. Is het vakantie? Want volgens mij heb je heel veel afspraken deze dagen, toch? Nee, maar het is ook vakantie. Ook vakantie. Want kijk, deze dagen ja, doen we deze dingen. Je doet het niet vaak. Dus nu zijn we hier. En dan krijgen we dingen. Geven we ook terug een keer of zo. Ja. Dus het is lekker. Lekker om te doen. Ja. Ik zag je al op de trap staan in Fort Amsterdam, volgens mij. Ja, ja. Zijn jullie ja. bij de gouverneur op bezoek ja. geweest? We waren bij de gouverneur gegaan. Dus, hoe ging dat? En goed, het is leuk altijd bij haar te zijn. Het is altijd leuk, ja. Oh ja? Mag je ook Lucille zeggen? Of is het mevrouw de gouverneur, mevrouw George Wout? Je mag wel, maar je blijft wel toch netjes altijd. Ja? Maar vraagt ze dan beleefde dingen aan jullie? Of zitten jullie gewoon gezellig ontspannen te babbelen? Of waar gaat het over? Ja, ja, mag je dat vertellen eigenlijk? Ja, we zijn gewoon lekker aan het babbelen. Ja. Na het hele formele stukje dan. Ja. Gewoon iedereen lekker aan het babbelen. Gewoon rustig, relaxed. En het is, jullie zijn met een aantal Curaçaose atleten. Hè? Ja. Philip Ellagen, ook bijvoorbeeld de schutter is er. Lee Marvin, een aantal van de andere hardlopers. Ramzi Uinsla zag foto's. Maar ja. ook een deel van de Nederlandse hardloopploeg volgens mij. Ja, 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 ja. Een paar van de Nederlandse ploeg. Het zijn meer de meisjes. Oh, Enrico is ook hier, de bokser. En dan van die meisjes is Lieke, Laura en Evelien. Ja. Die drie zijn hier, ja. Ja. Dat is echt, hoe gaat dat? Want jullie waren met de atletiek, volgens mij jullie waren echt een soort van familie. Heel veel samen trainen en samen doen en zo. Ja, ja, ja. Die 400 groep is een grote groep. En dan ja, heb je de sprintengroep, meer kampen en zo. En maar daarbij spelen, iedereen was gewoon samen. En samen hebben we alles gedaan om al die medailles te kunnen halen. Ja, en dan zitten jullie ook samen aan de ontbijttafel en zo. Meestal wel. Meestal ga je met een groepje, iedereen samen zo daar. Dus, want ja, dan kan je het wel doen samen met je groep. Je kan niet met andere, je wil niet met andere mensen van andere plaatsen. Dus ja, dan ga je gewoon met je eigen groep daar eten. Ja. Hoe was dat, Tokio? Want het moet een hele gekke Olympische Spelen geweest zijn met alle coronamaatregelen en zo. Ja, ja, dat wel, dat wel. Ja, we moesten gewoon elke dag testen. Het was wel goed dat we niet elke dag een stokje in de neus en keel. Ja, het was gewoon een beetje kwijlen in een dingetje en geven. Kwijlen? Ja, ja, maar dat valt mee. Dat was dan moet je dan spugen in een cupje ja, of zo? In een kleine buisje. In een kleine buisje en dan lever je het in en zo doen ze die test. Maar is het of is het meer kwijlen? Ja, hangt af hoe jij het wil doen. Maar hoe deed jij het? Ja, gewoon... Ja, je probeert het een beetje in je mond te laten komen en dan in het buisje meteen die hoeveelheid te zetten. Het is wel niet lekker, maar beter. Beter dan zo'n ding in je neus? Oh ja, beter, beter. Of als ik zelf die ding kan doen in mijn neus, is makkelijker. Want dan weet je hoe je het gaat rustig en dan voel je niks. Maar andere mensen gaan gewoon... En dan, ja. Nee, juist niet lekker. Maar was je wel eens in Tokio geweest? Ik was wel daar gegaan. Mijn eerste keer in 2007, WK. Was ik daar in Osaka. Mm-hmm. En dan ik ging naar Yokohama. Ook voor wedstrijd. Ik ben Shibo gegaan voor trainingskamp. Maar nooit Tokio. Tokio was het eerste keer. Maar je mocht helemaal niet eruit, toch, om dingen te zien? Nee, joh, alleen in de bus, joh. Gewoon in de bus naar het stadion en terug.
Niks meer. Is dat dan iets wat je dan heel jammer vindt, wat je heel graag zou willen doen als je dat bent? Nee, maar ik kan me ook voorstellen dat je zo gefocust bent, dat je eigenlijk helemaal geen interesse hebt. Nee, maar toch, kijk, deze keer was ik niet zo druk zoals die andere spelen. Die andere spelen deed ik 100, 200, 4 keer 100. Dus ja, dan was ik die hele atletiek dag geweest. Ja. Maar nu was ik ietsjes rustiger, want ik had alleen die 4 keer 100. En ja, ik zou er sowieso willen gaan kijken. Tokio is mooi, En ja, ik wil gewoon gaan kijken. Ja. Ja. En na afloop, nadat je die wedstrijden gelopen had, nadat het toernooi klaar was, was ook geen tijd meer om. Je mag niet, Dus na 2 dagen moet je ook weg. Dan gaat gewoon terug naar je land. Streng zeg. Ja, ja, is de corona. Het is, ja. Maar ik ben wel blij dat die spelen überhaupt gebeurden. Dus dat was wel leuk. En ze hebben het ook heel goed gedaan, die mensen daar. Ja. Hey, ik denk na Curaçao-naars, daar zijn ze de liefste mensen ter wereld. Super mooi man. Ja, moeten we het nog over de race hebben ook? Of, Ja, de race is het race, weet je. Het is, ja, is de vette. We moeten risico nemen om finales te halen en ook medailles te halen. En ja. Helaas, deze keer ging het zo. Ja. Dus ja, is gewoon, ja, we hebben gekeken en kijken wat fout ging, wat moeten we de volgende keer beter doen. En de volgende keer gaan we beter maken. Ja, ik vond het zo knap hoe snel jij in je hoofd al meteen de knop om kon zetten. Ja, was eigenlijk dat nauwelijks het moment dat je baalde. Je zei, ja, dit is sport, kan gebeuren, je moet risico nemen, we zijn niet de snelste. Ja, dat ja, je zo ja. snel de knop om kan zetten alweer. Ja, maar kijk, het gebeurde al en je kan niks eraan veranderen. Dat moet je ervan eruit kunnen trekken en leren. Want kijk, wat kan je eraan doen? Maar is er niet ergens toen dat met dat overgeven misging dat het K-woord uit je mond rolde? Of het F-woord? Ja, kijk, op die moment zeg je al die dingen misschien en al die gevoelens en alles. Maar daarna, ja, het gebeurde. Je kan niks eraan doen. Het is gewoon, oké, we gaan kijken wat fout ging. Ja. En dan, ja, de volgende keer moeten we beter doen. Ja. Ja. Maar toch, Jurelli, 5 spelen. Het is... Laat je tatoeages zien voor de camera ook? Ja, hoor. Ja. Is hij goed te zien? Wacht even, maar hier. Deze, ja, hier. Ja, man, zo is hij goed te zien. Alleen, het jaartal moet er nog in, hè, die 5e ring. Ja. Nog erin, ja. Ja, en wat wordt het? Wordt het 20 of wordt het 21? Ja, kijk, het gebeurde in 21, dus ik zet gewoon 21. Het past perfect, want boven is 12 en dan 21 is omgedraaid. Is goed. En blijft het hierbij, die 5 ringen? Ah. Kijk, eigenlijk moet je stoppen, want het past niet meer in je tatoeage. Dat is waar. Maar kijk, volgende jaar is WK in Amerika en ook EK in München. Dus ja, ik ga mijn best doen voor die 2. Ja. En dan, ja, dan gaan we kijken. We gaan kijken wat God wil en wat mijn lichaam ook zegt. Ja. Of we doorgaan of niet. Ja. Het zou wel mooi zijn als ik daar in Parijs sta. Ik vind het zo bijzonder. Ik dacht na de Spelen van Tokio, dat is gewoon zijn hoogtepunt. Dan heeft hij die 5 ringen vol. Dat is een mooi moment. Maar je zegt, het voelt nog goed. Ja, ik wil sowieso na Tokio ook die WK in Amerika doen. Want het is de eerste keer in Amerika. Mm-hmm. En ook in Portland, Eugene. Ik zat met Nike vanaf 2006. Dus ja, het is daar zijn ze ook. Dus het voelt een beetje mooi. Een thuiswedstrijd ja, voor het je. Ja, voelde een beetje thuis voor me. Ja. Dus ik dacht, het zou ook mooi zijn daar te doen. En dan, ja, dan gaan we kijken. Ja. Wat mega spannend, ja. Wat leuk. Maar en dan, wat heb je al enig idee wat je na de sport wil doen, zat ik te denken? Kijk, er zijn veel dingen dat ik kan doen, dus ik moet gaan kiezen. Dus ja, wanneer ik dichterbij ben, dan ga ik echt kijken wat ik ga doen qua, ja, voor de volgende stap in mijn leven. Heb je al bedacht waar je het liefst zou willen wonen, bijvoorbeeld? Ja, sowieso hier op Curaçao, langs het strand. Gewoon onder een coconutboom met pina colada. Maar is dat serieus? Het liefste wil je gewoon op Curaçao wonen. En ja, dan reis je een beetje naar Nederland, een beetje naar Amerika als nodig is. Ja, er is niet de beste plaats dan hier. Dus, maar je permanente hometown wordt gewoon weer thuis. Dat zo moet het zijn. Ik moet alles ervoor doen dat het zo wordt. Ja. En wat is de doorslaggevende reden? Waarom het liefste hier? Je familie? Ook. En dan ja, hier is alles. Joh. We hebben lekkere zon elke dag. Ik kan ook lekker golven elke dag. Beach, lekker eten. Kan niet beter, joh. Ja. Je bent een golfer, hè? Je vindt het leuk, hè? Ja, ik vind het heel leuk, heel leuk. Ja. Ben je er goed in? Goed genoeg. Hoe lang doe je dat dan? Nu
Twee jaren en een paar maanden nu. Ja. Ik ben officieel begonnen 2 jaar geleden. Oké, stond je in het begin ook echt over dat balletje heen te maaien, dat je vroeger misloeg en zo? Of had je het snel onder de knie? Snel onder de knie, maar je moet wel echt gewoon relaxen, rustig slaan. Je moet echt, het is chill. Het is niet, het is relaxed. En dat is wel moeilijk, want ja, we zijn mannen, we willen gewoon rammen en dings. Maar ja, als je tegen een vrouw speelt of oudere mensen, dan zie je dat, ja, je rammen komt nergens. Ja. Die doen het gewoon lekker, soepel, rustig. Bal gaan kapot werden, dus ja, ook gewoon zo doen, ja. Hey, hoe zien je dagen er nog uit de komende dagen? Ja, deze dagen, ja, we moeten nog richting minister en parlementair. Misschien scholen ook nog. Een paar dingen voor sponsor. Oh, we hebben kliniek ook morgen. Dus ja, we geven terug aan de kinderen van Curaçao. Dus ja, dat is het meeste van die dingen dat we nog moeten doen. Wat een gek zeg. En dan is er nog die documentaire natuurlijk, hè? Ja, ook. Die op Videoland al te zien is in Nederland. En nu volgens mij ook hier in de bioscoop. Hier nog niet. Kijk, hier gaan we eerst... Nou, we hebben gezorgd dat het voor de kinderen eerst in de bios komt, in de movies komt hier. Ja. Dus dan een paar schoolkinderen kunnen het gaan kijken vanaf volgende week, maandag denk ik, begint het. En dan voor Curaçao zelf zijn we bezig aan het kijken hoe het kan doen. Maar ja, we moeten bepaalde dingen doen om het hier te krijgen, recht te kopen en dit en dit en dat. Dus we zijn aan het onderhandelen om het toch te doen, want ik denk het is leuk voor Curaçao ook om onze mensen zelf zien. Met de man behind the scenes, Takay Doran, hè? Die daar heel erg zijn best voor doet. Hij is druk bezig. Belangrijkste boodschap volgens mij van die documentaire is toch vooral jongeren motiveren en inspireren. Klopt dat? Zeker. Ja. Ja, vond je dat zelf ook belangrijk? Ja, ik vind het heel belangrijk, want die zijn onze toekomst. Die zijn die eens dat, ja, wanneer we thuis zitten, gaan het land regeren en alles. En als wij goed voor hun doen, die goede voorbeeld geeft, dan kunnen ze ook, dan weten ze wat goed is, dan gaan ze ook goed doen voor ons later. Dus wij moeten het doen nu, zodat ze zien wat het is. Ja. Is als jij ermee stopt met hardlopen, is dan Lee Marvin het nieuwe role model in de atletiek? Hij doet wel een beetje zijn best, hè, daarvoor. Hij is ook lekker positief. Ja, hij is al op zijn manier. Dat is heel mooi. En dan, ja, al die andere jongens ook. Ja, Taimir, Terrence, Hensley, Garia ook. Ja, allemaal, joh. Superleuk dat je er was, man. Het gaat je goed. Bedankt voor het uitnodiging, ja. Tot 9 uur. Schakel op met Maarten Schakel op Paradise FM. Uit volle borst met het geluid van Curaçao. Paradise FM.